Arnoud, je hebt nog twee jonge kinderen. Wat geef jij jouw jonge kinderen mee naar school? Bammetjes. En daar mag dan weer geen, niet te veel snoep op zitten. Geen chocopasta, hagelslagachtige dingen. Wit of bruinbrood? Bruinbrood, met korstjes. Okay. Volkoren ook. En een apart bakje met fruit. En drinken? En een crackertje. Water. Ja? En iets met een heel klein beetje van dat fruitsap erin. Okay. Smaakje. Maar eet ze ook elke dag groente en fruit? Ja, nou. Dat fruit sowieso op school. Dat is eigenlijk een soort van verplichting geworden. Nou, heel goed. En drinken ook natuurlijk. Ja. Nou, ik vraag dat, omdat deze week staat Lelystad namelijk in het teken van groente en fruit eten. Jongeren op gezond gewicht Lelystad, eigenlijk moet je gewoon zeggen joch tegenwoordig, met een dubbel G. Die wil met de campagne groente zet je tanden erin, het belang van voldoende groente en fruit eten onder de aandacht brengen. En bij ons in de studio is Marleen Tibben, zij is regisseur bij joch. Goedemiddag, Marleen. Dankjewel. Waarom hebben jullie deze campagne eigenlijk gestart? Eten jongeren te weinig groente en fruit? Of het algemeen wel. Helaas. Oh, nog steeds? Nog steeds. Ik bedoel, dit roepen we toch al jaren? Ja, en dat blijft misschien al jaren roepen. Maar waar zit hem dat dan in? Wat het er niet in krijgen? Nou, ik heb me laten vertellen dat eigenlijk vanuit historisch perspectief mensen toch eerder geneigd zijn om zoet en vet tot zich te nemen. En dat heeft te maken met het jager zijn van vroeger. Dat je vet en zoet moest hebben om te kunnen overleven. Ja, dus die smaken zijn evolutionair overgedragen. Ja. Maar wij lopen honderden jaren al niet meer met die knuppels die klotsen. Klopt, maar toch op de een of andere manier zijn mensen toch eerder geneigd om zoet en vet tot zich te nemen dan de smaken van groente en fruit, hè, bitter, zuur. In onze opvoeding krijgen we dat vaak. Ik heb gehoord in die kinderpotjes bijvoorbeeld, hè, wat je dan wat je aan baby's geeft. Daar zit ook al vaak dat zoete in, hè, zodat je dat de rest van je leven met je meedraagt. Dat die hang naar zoet of naar vet, dat dat altijd blijft. Dus eigenlijk gaat het vanaf de geboorte mis. Ja. Dus ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. In de potjes babyvoeding zitten natuurlijk allemaal conserveermiddelen en ook suikers, om dat weer goed te houden dus. Ja, die zijn inderdaad op die manier gemaakt dat het wat langer houdbaar is inderdaad. Ja. Ja, het wordt wel veel gepropagandeerd om het zelf te maken natuurlijk. Maar dat is beperkelijk en het is duurder. Dus en minder makkelijk ook. En is het nou in Lelystad dan erger gesteld als je dat vergelijkt met de rest van Nederland? Of zeg je, zo kun je dat niet stellen? Nou, als je kijkt naar de cijfers doen we het in Lelystad inderdaad wel iets minder goed dan in de rest van Nederland inderdaad. Kinderen van het voortgezet onderwijs die eten ongeveer 30% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs eet voldoende fruit. En 50% eet voldoende groente. En het basisonderwijs is precies andersom. Daar eten kinderen meer fruit dan meer groente. Ja, omdat het waarschijnlijk vanuit de school een soort van gestimuleerd wordt, bijna verplicht gesteld wordt. Zoals bij mijn kinderen op school. Ja, er zijn steeds meer scholen in Lelystad. En daar werken we dus met joch heel hard aan om samen met scholen, basisonderwijs, maar ook voortgezet onderwijs. Vanochtend waren we bij het Porteum. Om daar een cultuur neer te zetten met school, om dat juist te stimuleren. Nou weet ik nog uit mijn jeugd, en dat is echt al heel lang geleden inmiddels. Of over jouw jeugd. Hadden ze wel fruit? Toen kende ik al de campagne snoep verstandig eet een appel. Ja. He? Dus dat is al, praten we over 40 jaar geleden. Minimaal. Hoe krijg je dan nu nog voor elkaar, 40 jaar later, heb je nog steeds campagnes nodig om er dus voor te zorgen dat jongeren meer groente en fruit. Ik zou inderdaad kijken van, we zijn inderdaad al zo lang mee bezig. Ja. Denk je dat het nu nog dan gaat lukken? Ja, dat denk ik wel. Ja? Blijf positief. Het is ook vooral, denk ik, heeft te maken met ook de verleidingen die je tegenkomt. Loop de stad in en je ziet heel veel fastfood. Ja. Alleen maar meer ook. Ja, je ziet geen groenteboer meer in het straatbeeld. Ook dat niet? Nee de officiële groenteboer die we van vroeger kennen, die is uit het straatbeeld verdwenen. Ja, op de markt vind je ze nog. Sterker nog, de meeste kinderen denken dat sla in de supermarkt groeit. Ja. Nou ja, dat is een mooi voorbeeld inderdaad, dat we ook samenwerken met de Lelystadse boeren. De boeren hier in de omgeving, waarin we ook kinderen naar de boer willen laten gaan om ze te leren om waar komt groente en fruit vandaan. Dat was vorige week al, hè? Ja, dat oogstfeest. Ja. Klopt. Ja. Maar hoe willen jullie dan die jongeren gaan bereiken? Want je kan niet op school aankomen en zeggen, andijvie is zo goed voor je. Dat is zo goed als jij lekker andijvie eet, word je groot en sterk van, weet je wel. Dan krijg je straks ook een goed lichaam. Misschien dat je op die manier wel kan bereiken, juist ook. Hoe gaan jullie die campagne aanpakken? Nou, we pakken het vooral aan via de organisaties waar kinderen en ouders komen. Dus school, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg bij de GGD, bij ICARE, de bibliotheek, de scholen uiteraard. Om daar een samenwerking tot stand te brengen met die partijen, zodat zij ook dit gedachtegoed van groente en fruit gaan inbedden binnen hun dagelijkse activiteiten. Ja, nou staat deze week helemaal in het teken van gezond eten onder jongeren, hè? Groente en fruit. Wat staat er allemaal op de planning? Kun je wat voorbeelden geven? Hoe bereik je die jongeren? Ja. Wat voor dingen organiseer je? Nou, we hebben vanochtend dus de aftrap gehad van de campagne op het Porteum. Ja. met een aantal brugklassen. En school gaat hiermee aan de slag. We hebben de komende week ook een aantal lessen onder schooltijd tijdens het mentoruur, waarin ook het gesprek wordt gevoerd met jongeren van goh, waarom is dan snoep en koek lekkerder dan groente en fruit? Wat zeggen ze dan? Ja, het is gewoon lekkerder. Ja, ja. Het is vaak ook goedkoper. Het heeft ook iets met imago te maken. Het heeft, ja, het heeft natuurlijk staat ook stoerder als je als jij een koek eet dan dat er iemand met een wortel zit. Ja, en toch, dat hebben we ze ook wel gevraagd van word je met de nek aangekeken op het moment dat jij kiest voor iets gezonds? Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? De gezonde keuze maken. Ja. Het is niet zo dat we zeggen van al het ongezonde moet weg. Nee. Want dan sla je denk ik ook volledig de plank mis. Maar we willen juist die gezonde keuze bieden. Dat kinderen ook echt en ook leren van jongs af aan, vanaf de kinderopvang, hè, eigenlijk vanuit huis al. Leren om dat er meer keuze is dan alleen het zoete en het vette. Ja, dus misschien ook meer voorlichting, maar ook aan de ouders. Niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de ouders. Dan moet je heel makkelijk naar bepaalde dingen grijpen waarvan je denkt, is toch gezond? Ja, nee, dus we hebben van de week ook een aantal activiteiten. Bij de BIEB staan thematafels. Een collega van mij vanuit de GGD is daar om voorlichting te geven over gezonde voeding. Welzijn Lelystad heeft een aantal jonge moederochtenden waar voorlichting wordt gegeven over gezonde voeding. En hoe ga je daar dan ook mee om? Hè? Met slechte eters, hè? Kinderen die, nee, dat eet ik niet. Nou, hoe pak je dat dan aan? Ja, ja. Kinderen die toch echt, voordat ze iets lekker gaan vinden, 10 keer iets moeten proeven. Ja. Voordat ze een smaak kunnen gaan waarderen. Of een structuur van eten gaan waarderen. En nou, dat soort activiteiten doen we allemaal deze week. Om ervoor te zorgen dat een stukje bewustwording, maar ook die organisaties, dat die gewoon daar op langere termijn ook gewoon aandacht voor gaan. En wanneer is voor jullie deze campagne geslaagd? Nou, vooral die bewustwording. Dat, kijk, wij vanuit JOG kunnen wel een campagne starten, maar uiteindelijk moet het gaan gebeuren bij de scholen. Ja. Bij, in de buurt, bij de sportvereniging. En thuis ook natuurlijk. Vooral, en thuis, uiteraard. Ja. Dat is de basis, zeker. Dat is de basis, zeker. Daar moet een omslag staan van, nou, het kan ook anders. En dat bereik je heus niet in een week natuurlijk. Hè? Dat snap je dus niet in een week. Nee, dus we zien het ook echt als een start. Deze campagne als een soort start van een lang traject waarin we groente en fruit onder de aandacht brengen. En dat willen stimuleren. Ja. Je moet het hip en happening maken, hè? Zeker. Dat is het eigenlijk. Ja. Is er een site waar mensen meer informatie kunnen vinden of zo? Over JOG is er een site, die is verbonden aan de site van de gemeente Lelystad. Dus lelystad.nl/JOG. En voor de rest is het vooral Lelystedelingen die deze week bij de kinderopvang, bij de JGZ, bij jeugdgezondheidszorg, in de BIEB, bij het sportbedrijf, op allerlei plekken in de stad komen. Ik kan er niet omheen. We worden geconfronteerd met groente en fruit. Goed zo. Marleen Tibben, regisseur van het JOG. Dankjewel.